Hartjes, liefdesbrieven, rode rozen. Ook deze Valentijnsdag pakken romantische startjes weer de kans om hun geliefde te verwennen. Of hun toekomstige geliefde. Wat vinden jullie van Valentijnsdag? Nou, ik vind het wel een leuk idee altijd. En op het moment hebben wij namelijk ook... Dit is namelijk een blind date. We zijn onderweg naar Albertus waar we een blind date lunch hebben, zeg maar. Voor Valentijn, ja. Ik zie dat u een bloemetje heeft gekocht. Voor wie is het? Voor mijn vriendin. En is het speciaal voor Valentijnsdag? Het is speciaal voor Valentijnsdag. Heel cliché, maar wel voor Valentijnsdag inderdaad, ja. Wat vindt u van Valentijnsdag? Normaal gesproken doe ik het niet zo aan mij, maar dit vooruit... Nee, ik ben erin gestonken. Niet alle Groningers laten zich verleiden om op deze dag iets bijzonders te gaan doen. Doen jullie ook wat aan Valentijnsdag dit jaar? Nee, eerlijk gezegd niet. En waarom niet? Waarom niet? Ja, ik vind het een beetje commercieel gedoe. Het is niet zo dat ik... Ik heb nog nooit gevierd eigenlijk. En jij? Nee, eigenlijk precies hetzelfde. Ik vind het ook een beetje te commercieel en... Ja, toevallig heb ik vandaag ook met haar afgesproken en zei dat, ja, het is Valentijnsdag. Ja, nee, doet me niet zoveel. Ik vind het een beetje commercieel en zo. Ik vind het niet echt nodig. Zou je het wel leuk vinden als je zelf wat zou krijgen? Op zich wel, maar het hoeft niet. Oké, en jij? Nee, ik vind het ook niet nodig. Ik bedoel, als je iemand lief vindt, dan moet je dat er elke dag laten zien en niet op één dag. Ondanks de Groningse nuchterheid is het voor sommige middenstanders een gouden dag. Merkt u nou goed dat het Valentijnsdag is? Zeker, vooral de verkoop van rode rozen. Dat gaat als een speer vandaag. Die kosten normaal, verkopen wij lengte 8 tot lengte 9, dat is 80 of 90 centimeter voor 1,50. Ze zijn vandaag helaas voor de klant 4,5 euro. Merkt u dan ook dat ze daarom minder verkocht worden of niet? Nee, ik geloof dat ik er vandaag wel tegen de 1000 aan verkoop. I love you.